Vanavond hebben we een benefietwedstrijd met Heracles en iedereen die in het andere team mee wilde spelen. Oud-voetballers om geld in te zamelen voor Romeike. Een van de vele acties die jullie organiseren. Het is wat rustig vanavond. Ja, het is wat rustig. Ja, het is een woensdagavond en winterstop. Misschien toch wat koud. Maar de opkomst is alsnog overweldigend. En zeker voor Romeike heel emotioneel. Jullie zijn bezig om 75.000 euro binnen te halen en na een paar weken al op de helft. Ja, fantastisch hè? Ja, daar zijn we ontzettend blij mee. We zijn overweldigd door de reacties en de giften die mensen hebben gedaan. We zijn er nog niet. Er komen nog een paar hele mooie acties aan. Die we ook wel zullen gaan communiceren via Facebook en de pers. Maar we zijn ontzettend blij dat we al zoveel geld hebben mogen inzamelen. Hoe ver zijn jullie nu? Met het geld inzamelen. Ja, we zijn geloof ik nu op de 37 nog wat. Laatste stand heb ik niet helemaal helder voor ogen, maar we zijn over de helft. Nog even in twee zinnen, wat is het nou precies voor? Nou, de Stichting Romeike, wij helpen Romeike om een behandeling te kunnen ondergaan in Rusland. Die behandeling zal haar MS kunnen stoppen. Waardoor zij volledig weer voor haar dochter kan en blijven zorgen voor in de toekomst. En dus zodat ze ook samen een toekomst hebben. 75.000 euro is daarvoor nodig. Jullie zijn op de helft. Hoe lang denken jullie nog nodig te hebben voordat het helemaal vol is? Dat is wel een gewetensvraag. Ik hoop dat het toch wel binnen een aantal maanden dat we het bij elkaar hebben. Maar goed, het is gewoon heel erg veel geld. Dus we hebben nog zeker heel veel hulp nodig. Vrijwilligers, maar ook giften. Dus alles is nog heel, heel erg welkom. Hoe erg dringt de tijd? Ja, de tijd dringt. De behandeling moet zo snel mogelijk gebeuren. Dus ook het bedrag willen we graag zo snel mogelijk binnen. De behandeling is akkoord, dus ze kan daar naartoe. En het liefst liepen vandaag de morgen. Maar goed, we zullen nog even af moeten wachten. Wat kunnen we allemaal nog verwachten voor acties? Nou, we hebben nog veel acties die eigenlijk in het verlengde liggen van wat we nu al doen. We zijn bezig met een actie. Dat heeft te maken met eten en drinken en gezelligheid. Maar dat willen we nog een beetje onder de hoed houden. Maar daar gaan we zeker binnenkort zeer uitgebreid iedereen over informeren. Dan even naar de wedstrijd. Team Romeike staat voor. Ja, maar natuurlijk. Vanzelfsprekend. Nee, dat komt goed. We gaan wel winnen, denk ik, vanavond. Net hetzelfde als dat Romeike gaat winnen om die behandeling te kunnen krijgen.